Yo, Nintendo fans! In de vorige video hebben we de Electric-type Gym Badge gepakt in Pokémon Scarlet. En we staan nog in de gym en er zegt een stem tegen mij: pardon, hallo, maar deze vrouw kennen we ergens van. Die hebben we ook in de school gezien, maar we weten nog niet hoe zij heet. Althans, ze heet volgens mij La Primera, maar haar echte naam weten we nog niet. Ze zegt: hey, je hebt de gymleader verslagen, hè? En je naam is Rikachu, als ik het nog herinner. Vertel me, wil jij de kampioen worden? Ja, natuurlijk wil ik kampioen worden. Zij ziet er trouwens echt heel cool uit. Echt wel een van de leukere characters in een Pokémon game van de laatste tijd. En ze zegt: ik hoopte al dat je dat zou zeggen. Je hebt een talent. Helemaal voor iemand van jouw leeftijd. En er ligt een grote toekomst in het verschiet voor jou. Maar ik loop de zaken vooruit. Ik ben Gita, voorzitter van de Pokémon League. De organisatie die in controle is over de gyms. En ik zie dat je gym badges aan het verzamelen bent, dus ik denk dat we elkaar nog wel een keer gaan ontmoeten. Nou, tot dan. En een fijne dag. Oh, ik vind haar super cool. Breng me bij de vraag van de dag. Wie vind jij de leukste figuur uit de Pokémon serie? En dan bedoel ik qua trainer, of qua NPC's of companions van Ash of van Red. Wie vind jij de leukste persoon in de wereld van Pokémon? Laat het weten in de comments, doen duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan kunnen we nu gaan beslissen welke kant we nu op gaan. Zullen we weer naar de andere kant gaan? We hebben hier nu best wel veel aan deze kant gedaan. Misschien kunnen we nu weer naar deze kant hier ergens of zo. Eens even kijken. Kunnen we daar in de buurt ergens landen? Ja, we gaan naar het westen van Kortondo. Let's go! En we gaan vandaag die kant op, want we gaan richting een nieuwe Titan. Ik weet nog niet welke Titan dit. Het is een Flying Titan. Geen idee. Yo, Mankey. Er schijnt ook... Hey, wat zit je me nou aan te vallen? Maar er schijnt dus een nieuwe Primeape te zijn. Of een evolutie van Primeape. Of... Nou ja. Maar ja, Mankey mag ik helaas niet in mijn team doen. En Primeape ook niet. Want het is geen Paldea Pokémon of een Paldea Form. Best wel jammer. Want ik ben wel benieuwd naar die nieuwe Pokémon. Even kijken. We moeten gewoon denk ik deze weg volgen. Wat is dit dan? Oh, dit is zo'n insectje. Zo'n bug. Daar hebben we al tegen gevochten toen we de bug badge gingen halen. Maar die hoef ik niet in mijn team hoor. Kunnen we hier doorheen? Is dat de bedoeling dat we daar naartoe gaan? Hallo met Bray. Even itempie meenemen wat hier ligt. Oké. Wat is... Oh, dit is een Charcadet. Ja, maar die hebben we al. Maar misschien wil ik wel een nieuwe. Ja, ik wil eigenlijk wil ik wel een nieuwe trouwens. Ik wil een nieuwe Charcadet. Want die van mij terrestrialized in een normal type. En dat vind ik best wel gaar eigenlijk. Alleen deze is level 14. Dat is weer heel laag level. Dan moet ik hem weer zo ver gaan trainen. Dat gaan we niet doen. Als die nou level 20 was of zo, dan had ik het wel gedaan. Oké, maar hier moeten we dus blijkbaar niet naartoe. Want ik kan hier niet omhoog. Dus we moeten gewoon denk ik de weg maar gaan volgen. Misschien komen we nog wel een nieuw Pokémonnetje tegen. Dat zou ook wel leuk zijn. Want het team is best wel aan het veranderen de hele tijd. Elke keer als ik een nieuwe leuke Pokémon tegenkom, dan denk ik, ah, die wil ik in mijn team doen. Oh, bijvoorbeeld, wat is dit? Wat is dit? Hallo? Zo, die kijkt boos. Capsakid. Ik vind hem wel vet, man. Het is een soort van groene Calimero of zo, joh. Die is wel lachen, zeg. Oh, maar ik heb hem in één keer gesloopt. Dit is een Grass-type Pokémon. Ja, die is wel leuk, man. Nou ja, leuk, leuk. Hij is wel grappig. Ik denk dat we nu wel de goede kant op gaan, hoor. Ik hoop het. Nog een nieuw Pokémon. Wat is dit nou weer, joh? Yo, deze... Dit is wel weer gekke, man. Ik weet niet zo goed wat ik van dit moet vinden. Flittle? Ah, dit gaat ook niet in ons team, hoor, jongens. Wat is dit nou weer voor een maffe Pokémon? Flitteltje. Die maken we ook gewoon wel in één keer kapot, joh. Zou het een Fairy-type zijn? Nee, want dan had mijn move al super effective geweest. Het is geen Fairy-type. Oké, kijk. We gaan hier een heel stuk omhoog. Dat is nice. Pokémon Center in de buurt. Nice. Even healen, zodat we ook gewoon hier naartoe kunnen warpen de volgende keer. Ja, wat een teampie, joh. Wat een teampie. Alleen Charcadet moeten we wel even evolueren, want die vind ik dus nog zwak. Maar daarvoor moeten we een keer Synesthes vinden, want die droppen een bepaald material en die moet je dan weer inruilen. En dan krijg je een item waarmee je Charcadet kan evolueren. Oh, kijk. Onze telefoon gaat trouwens. We zijn op de goede weg. Yo, Rikachu. De Open Sky Titan die leeft ergens hier in de bergen. Maar er zijn allemaal gekke rotsblokken die naar beneden vallen vanaf de mountain, vanaf de berg. Dus je moet wel een klein beetje oppassen waar je loopt. Oké, is cool, man. Is cool. Gaat goed komen. Kijk, daar is die nog een keer. Ik ga hem wel vangen. Oh, of is die nou weg? Ik wil die gekke eier Calimero Pokémon vangen. Ik vind hem eigenlijk best wel vet, man. Capsakid. Ja, laat het ook maar weer weten in de comments of jullie hem vet vinden. Of die in mijn team moet, ja of nee. Ik vind hem best wel leuk, maar zo te zien is hij nog niet heel sterk. Waarschijnlijk moeten we die echt even evolueren. Wil die een beetje sterk worden? Wat? 1 en 2 en 3. Welk level was die? Volgens mij is die ook nog onder de level 20, hè? We hebben wel sterkere Pokémon nodig, hoor. We hebben nu wel echt level 24, 25 Pokémon nodig. Het is een Grass-type. Hoe meer die battelt in het zonlicht, des te meer spicy chemicaliën er worden geproduceerd door zijn lichaam. En zijn moves worden dan ook spicier. Oh, yo, maar ik denk aan vuur. Wordt het een vuur-Pokémon? Maar hij ziet er helemaal niet uit als een vuur-Pokémon. Capsakid, oké. Ik heb een Firestone. Ik denk dat ik hem dan met een Firestone moet evolueren. Want ik bedoel, waarom zou een gras-Pokémon opeens veranderen?
veranderen in een vuur-Pokémon. Wacht, laten we dit even checken. Ja, zie je wel, zie je wel. Oké, dit kunnen we doen. We kunnen hem gelijk evolueren. Oh my gosh. Gekke Calimero-ei, jongen. Wat vet. Oké, wat wordt het dan? Het wordt dus een vuur-Pokémon. Wow, yo, dit is gewoon... Hij heeft hete peperhoofd. Scovillain? Die is wel sick, man. Die is echt super cool. Zijn rode hoofd convert spicy chemicaliën in vuurenergie. En daarmee zet hij alles in vuur en vlam. Yo, maar wat zijn zijn weaknesses? Ik ben vet confused. Hij is weak tegen flying type moves, poison type moves en rock type moves. Oké. Maar hij kan best wel super effective zijn tegen heel veel. Yo, maar deze is wel vet, jongen. Hij wil ook gelijk flamethrower leren. Nou, dat is best wel een goede move voor zo in het begin. Maar hij is maar level 16. Maar ik vind hem vet. Weet je wat? Ik neem hem gewoon mee. Ik bedoel, Charcadet duurt toch nog lang voordat we die een keer kunnen evolueren. En deze zit nu al in zijn final evolution volgens mij. Ik zeg niet dat we hem de hele playthrough zullen houden. Maar voor nu... Ja, vind ik het vet. Oké, we gaan met Scovillain naar de top van de berg. Gaan we dat nu goed? Ik denk het niet. Oh, daar is er weer één hoor. Be gone. Oeh. Quaxwell wil Air Slash leren. Sterker dan Wing Attack, so let's go. Hij mist alleen wel soms. Ja, kijk, we moeten hier naartoe. Wow, zien we daar die Titan Pokémon vliegen? Kijk, hij gooit allemaal van die blokken naar beneden. Het is een of andere gigantische ooievaar, man. What? Wel coole Pokémon. Oké, pas op voor die blokken. Oh, rennen, sprinten, schuilen. Wow, dit zijn echt superveel blokken. Go. Ah! Paniek. Ah! Go. Oké, laat hem stuiteren. Ja. Lekker. Oké, we stappen af van onze Coridon. Ja, daar is die, man. Wajo, sikke ooievaar, man. Let's go, Wattrel. Oh, dit is echt grote vogel tegen kleine vogel. Hopelijk doet Spark hem genoeg pijn. Oké, Wing Attack. Au. Is not very effective, maar doet wel pijn. Mijn Wattrel moet nog wel sterker worden, jongens. Moet nog veel sterker worden. Nee, niet mijn Wattrel kapot maken. Ik vind hem veel te leuk. Let's go, Spark. Nice. Oké, Hyper Potion. Oh nee, ik moest een Super Potion gebruiken. Oh, dit is wel zonde van mijn Hyper Potion. Oh nee. Auw, Rock Throw. Oh. Waarom ken je Rock Throw? Oké, dan kan ik Scovillain ook niet gebruiken. Dan wordt het gewoon Quaxwell, denk ik. Dan moet een andere vogel het maar doen. Let's go, vogel. Ah, dit vind ik wel zuur. Mijn Wattrel had het echt op 3 HP of wel gered, joh. Oké, je vliegt tegen de rots aan, jongen. Je vliegt tegen de rots aan. Pas nou op. Oh, je wil die... Oké, je wil die rots kapot maken natuurlijk. Je wil even lekker eten. Lekker snoepen. Lekker snoepen van de Herba Mystica. Ja. Vieze stinkert. Hey, en daar is Arvin. Pikachu, je hebt het weer gehaald. Dit is de Open Sky Titan. Is dit de Titan die al die dingen naar beneden gooide? Ja, man. Dit is hem. Gaan we dit samen doen? Oh, ja, maar wacht. Ik moet eerst even goede Pokémon voorzetten. Nee, nou moet hij tegen Klotsaier, denk ik. Dit is toch ook niet handig. Oké, dan ga ik maar voor Poison Jab. Arvin, kon je me niet even beschermen dat ik even een andere Pokémon eruit kon gooien? Hij gaat voor Rock Throw, helemaal prima. Nakli doet Smackdown. Die smackt hem heel hard. Poison Jab. Oké, dit gaat wel goed komen. Dit gaat heel makkelijk goed komen zelfs. Ben ik te sterk hiervoor? Ik ben echt veel te sterk hiervoor. Althans, Klotsaier. Wattrel nog niet. Die moet echt even nog evolueren, denk ik. Oké, doei. Doei, Titan Pokémon. Goed gedaan, Klotsaier. Wat een blij hoofd. Wat leuk. Oh, maar Wattrel krijgt nu geen XP. Ja, goed gedaan, Rickachu. Dankjewel, maat. We hoeven ons geen zorgen meer te maken over vallende dingen. Nee, inderdaad. Maar zullen we lekker sandwich gaan eten? De vorige keer maakte hij zo'n lekkere sandwich. Ik lust er nog wel een. Arvin die zegt, ja, als we geluk hebben, vinden we nog een kruid hier binnen. Ja, dat is onze missie, hè. Wij zijn op zoek naar die Herba Mystica kruiden. En hij zegt, ik wist het. Kijk, daar is een lekker groen kruidje. Mooi, kan je een lekker broodje van maken, jongen. Het is hier echt, dit is een van de kruiden. Inderdaad, Arvin. Dit is bittere. Dit is een bittere. Deze is waarschijnlijk niet zo lekker. Hij is wel blij. Kijk maar, hij staat helemaal te juichen. Wat heeft het boek over dit kruid te zeggen? Het is goed voor je bloedcirculatie. Oké. Dat is goed voor je immuunsysteem, want het maakt je helemaal warm van binnen. Nou, mooi joh. Ja, zie je, kijk, hij gaat weer een toastje maken. En hij zegt, misschien kunnen we hem ervan laten eten. Wie bedoel je met hem? Bedoel je Coridon? Ik dacht dat je het niet leuk vond als Coridon sandwiches ging eten. Dat was jij toch helemaal niet blij mee? Ja, hij heeft hem weer hoor. Een nieuwe sandwich en een nieuwe badge voor mij. De Open Sky Titan is verslagen. Oh, maar zie je, dit broodje is niet echt een succes zo te zien.
Smerig broodje. Om nom 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 nom. Lekker man, lekker lekker. Nou, Coridon, kom maar hoor. Ja, zie je. Oude vreedzak. Die Arvin die zegt ook, kom op, jij weer. Sniffel, sniffel. Of ik weer een stukje aan hem wil geven. Ja joh, je neem een broodje maar man. Eet ervan, geniet ervan. Arvin die zegt, probeert hij dankjewel te zeggen of zo. Ja, misschien wel joh. Oh, heeft een extra broodje gemaakt. Oh, wat top. Hij zegt, Coridon die helpt mij ook. Dus het is alleen maar eerlijk dat jullie wat meer krijgen. Oh, nee, ja, nee, was helemaal niet voor Coridon. Hij had een extra broodje voor mij gemaakt. Maar ik geef mijn broodjes aan Coridon. Oh my gosh, daar gaat hij weer. Ja, hij krijgt weer een nieuwe kracht, joh. Oh, nu kunnen we gaan zwemmen. Yay! Oh, nee, niet ook dat broodje van Arvin opeten. Nee, nee, nee. Nee, dat is Arvins broodje. Inderdaad. Oh, maar hij wordt wel echt heel boos, man. Hij zegt nu ook van, oh, sorry, ik had niet zo moeten schreeuwen. Ik moet je nu het volledige verhaal gaan vertellen. Wat wil je me vertellen, man? Kom maar naar buiten. Doe je dit voor een Pokémon? Oh, die is superleuk. Dit is Mabo Stiff. Die is super cool. Oh, die vind ik echt cute, die hond. Hij kijkt echt een beetje zielig ook, maar hij is... Oh, nee, deze is veel te lief. Dit is een van mijn favoriete Pokémon uit deze generatie. Deze vind ik echt heel leuk. Oh, hij krijgt een stukje brood. Is die ziek? Ja, hè? Oh, hij is ziek. Zie je? Hij zegt, dit is mijn vriend. En hij is een tijd geleden gewond geraakt. Heel erg zelfs. Hij is er nooit helemaal overheen gekomen. Oh, heb je hem niet naar het Pokémon Center gebracht? Arvin die zegt, nee. Bij het Pokémon Center zeiden ze dat het geen normale blessure was. Of dat hij niet normaal ziek was. Hij heeft iets bijzonders. Oh, en Arvin zegt, Mabo Stiff is de enige ding in de wereld waar ik echt om geef. Dus ik heb beloofd om hem beter te maken. Wat het me ook zal kosten. Oh man, Arvin, je doet het allemaal voor je vriend Pokémon. Oh. Hij zegt, ik heb online gezocht, boeken gelezen, overal gekeken voor elke geneesmiddel. Die hij kon vinden, maar niks werkte. Ik heb bijna de hoop opgegeven totdat ik over de Herba Mystica hoorde. Hij heeft dit boek in zijn moeders laboratorium gevonden. En hij zegt, het is een boek vol met gekke verhalen en legendes die niemand eigenlijk geloofde. Maar ik geloof er wel in. Ik denk dat wat erin staat waar is. En volgens dit boek zal het zo zijn dat als je de alle vijf de Herba Mystica eet, dat je dan van alles genezen kan worden. Mabo Stiff zijn poten waren heel erg koud, maar toen hij het vorige kruid had, toen werden ze al iets warmer. Oh nee, we moeten hem echt gaan helpen. Hij is zo leuk. Hij is echt super cool. Kijk, hij probeert op te staan. Oh. En kijk, okay, okay, oh. Arvin zegt, wow, heb je je ogen weer open? Yeah, yeah. Hij is super blij. Oh, moet zelfs een beetje huilen. Oh, man. Ik vind hun cool. Ja, jullie zijn vet. Hele leuke aflevering dit, man. Toffe Titan Pokémon, nieuw Pokémon gevonden. Het verhaal van Arvin en Mabo Stiff geleerd. Ja, man. Ik ga je helpen. We gaan alle Titan Pokémon verslaan om al die kruiden te vinden. Ja, man. Die hond van jou die gaat weer lopen. Komt goed. Maar we kunnen nu dus ook gewoon op het water met Coridon. Dat is wel heel cool. Ja, in de volgende video gaan we waarschijnlijk weer een gym badge halen. En gaan we Mabo Stiff helpen. Ik heb er zin in. Als jij er ook zin in hebt, doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Zet het belletje aan voor alle meldingen. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!